we zijn hier bij ons hertenkamp. En zou je een naam aan ons willen voorstellen? Ik ben Rika Kracht. Oké, en zou je ons hier een rondleiding willen geven? Jawel. Nou, dankjewel. Wat doe jij hier precies? Ik werk in het theehuis. Ik hang de was op. En ik ruim de was op. Kranten helpen. IJsjes scheppen. Oh, dus dat doe je zeker als het mooi weer is. Ja. Ik ben Quinten en ik, dit is een soort van dagbesteding voor mij, omdat ik nu naar school ga. Dan doe ik hier met uitrekeningen van het bijvoorbeeld betalen. Dus dan leer ik ook wel. En wat doe jij hier allemaal precies? Nou, ik maak ook heel veel dingetjes schoon en ik doe de bediening en ik help ook mee met ijs. Ik help Rika af en toe eens mee. En ja, ik help wel heel veel dingen met iedereen mee. Dus. Dus dit is een deelhuis voor mensen die niet veel geld hebben? Ja. Nou, dat vinden die mensen zeker heel fijn dat jullie dat hebben. Ja, ijsjes, groentes. Echt een beetje van alles wat dus. Ja. Ik zie ook lieve caviaatjes. Dus jullie verzorgen ook heel veel dieren. Ja, dat klopt. We hebben onder andere cavia's, konijnen, schapen, geiten. En wat gebeurt er dan in het weekend met de dieren als jullie naar huis zijn, bijvoorbeeld? Er zijn 6 vrijwilligers. Die komen hier in de ochtend en in de avond. Gaan ze de dieren allemaal eten geven. Dus dan hoeven wij dat niet speciaal hierheen te komen. En wat vind je hier het leukst om te doen? De was ophangen. Oh, nou, en ik zie dat je hierachter een wasruk hebt om het op te hangen. Ja. En doe je de was elke dag? Of? Alleen als er was is. Oké. Nou, gelukkig is er bijna altijd was, denk ik, of niet? Niet altijd. Vind ik wel jammer, ja. Ja, snap ik. Hartstikke bedankt voor de rondleiding. Echt heel erg bedankt. Graag gedaan.